In deze video gaan we sporen aanpassen. Open het project Drie Sporen. Importeer het audiobestand Tune 01. Verwijder de stilte aan het begin van Tune 01. Beluister de audio. VDAB Web leren, dat is leren waar je wil, wanneer je wil. Merk op dat de rode lijntjes in de VU-meter aangeven dat het maximumvolume werd overschreden. We gaan het volume van de muziek iets verlagen. Verschuif de regelaar versterking van spoor 4 naar links tot min 6 decibel. Beluister de audio. VDAB Web leren, dat is leren waar je wil, wanneer je wil. De rode lijntjes verschijnen niet meer in de VU-meter. Er treedt dus geen oversturing meer op. We gaan voor spoor 2 en 3 de balans aanpassen. Verschuif voor spoor 2 de regelaar balans naar links tot 60% links. De audio op spoor 2 zal dus voornamelijk op het linkerkanaal worden weergegeven. Regel op een gelijkaardige manier de balans van spoor 3 naar 60% rechts. Beluister de audio. VDAB Web leren, dat is leren waar je wil, wanneer je wil. We gaan het project nu beluisteren zonder muziek. Klik op de knop Dempen van spoor 4 en beluister het project. VDAB Web leren, dat is leren waar je wil, wanneer je wil. Klik nogmaals op de knop Dempen van spoor 4. De demping van dit spoor wordt weer ongedaan gemaakt. Klik op de knop Solo van spoor 4 en beluister het project. Je hoort enkel de muziek. Alle andere sporen zijn gedempt. Klik op de knop Solo van spoor 1 en beluister het project. VDAB Web leren. Je hoort enkel de geluidsgolven van spoor 1 en spoor 4. Klik op de knoppen Solo van spoor 1 en 4 om alle dempingen weer op te heffen. Sluit het project en bewaar de wijzigingen.